Tisna. Yes. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn even lekker aan het ontbijten. Jolie straks naar school brengen en dan ga ik sporten. En daarna ga ik jullie vertellen hoe ik mij als stewardess ga klaarmaken en meeneem naar Schiphol. Dus daar heb ik wel zin in. Ik heb ook wel zin deze dag om lekker te vliegen. Het is een korte vlucht naar Pisa. Dus yes, de laatste van de vakantie. Ja. Zo, even snel een eiwitshake. Verder neem ik geen ontbijt vandaag, want ik ga eerst trainen. Eiwitshake en dan wanneer ik terugkom van het trainen, dan neem ik een ontbijtje. En oh ja, vandaag 1 dag over tijd. Maar ik wil nog niet vroeg juichen, want de vorige keer, of nee, die keer daarvoor, was ik 4 dagen over tijd toen we de test gingen doen. En toen was ik dus heel erg teleurgesteld dat ik niet zwanger was. Dus dit keer gaan we geen test doen. En wachten we gewoon tot we langer over tijd zijn. En ga ik er nog even vanuit dat het ook gewoon nog binnen nu en 4 dagen kan komen. Vanuit! Zo, Joris doet even zijn ochtendgymnastiek yoga. Hoofd, schouders, knieën, teen. En up dog. Zo, heerlijk getraind. En mijn schatje komt me afwisselen. We gaan niet eens samen. Sowieso. Goed zo, succes. Ja, succes hoor. Later. Nou, Bart gaat cardio hoor en ik heb kracht gedaan. Dus ja, dan heeft het niet zoveel nut om samen te gaan trainen. En ik ben altijd toch iets van het vroege. Vind ik fijner. Alright, even een havermout shakey maken. Dan doe ik havermout, amandelmelk en fruit in. En dan even lekker douchen en klaarmaken. Oké, belangrijk ding nummer 1 is tablet opladen. Dus die is vanochtend erin gegaan en nu opgeladen. Dus die kan alvast in de koffer. Nou, uniform hangt klaar. En dit shirtje doe ik aan. We kunnen trouwens kiezen uit hier best wel veel dingen. Je kunt een shirtje aandoen, je kunt een blouseje aandoen, een witte. Maar ik kies vandaag voor het shirtje. Vind ik lekker, ja, gewoon lekker zitten. En daarover doe ik een giletje. Dat hoeft ook niet. Mag je zelf kiezen. En dan mag je ook nog een rok doen. We hebben ook nog een jurkje, maar dat jurkje heb ik niet. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor de broek. En die ga ik vandaag aandoen. Dit is dus het voordeel van een broek. Dan hoef je geen panty aan. Dan kun je gewoon deze sokjes aan. En dat is super veel makkelijker. Ook in verband met ladders, die ik altijd heel vaak had. Ik heb helaas geen luxe kaptafel en zo, dus ik ga even mijn haar doen in de keuken zoals altijd. Oké, haar zit vast. Het zijn 2 staartjes boven elkaar om ietsjes een beetje volume meer erin te krijgen. Dat heb ik ooit geleerd tijdens een fotoshoot. En nog een beetje haarlak erin en dan eet je maar. Gelukkig is het maar 10 minuutjes later. Oh, doei Bart. Doei schat. Yo. Kijk, met deze schoenen ga ik altijd weg. Nou ja. Love you. Daar zijn mijn hakken. Bart staat me nog uit te zwaaien. Oké, het eerste wat ik doe als ik in de auto kom is checken of mijn pas hier is. Ik zeker weet dat ik hem bij me heb. Paspoort ook bij me. Belangrijkste dingen. Let's go. Mind. Nothing innocent, clear sky.
save my world, I'm in for the ride. I'm a queen, a king. En dan nu lopen naar de bushalte en dan met de bus naar Schiphol. Naar de aanmeldplek die wij noemen het BMC, het bemanningscentrum. Ik heb alleen een OV-kaart nodig en ik realiseer me net dat ik die weer ben vergeten vandaag. Echt schandalig. Maar die zit dus nog in mijn winterjas. Dus het is niet echt zwart rijden, want eigenlijk mogen wij wel gratis reizen met de bus. Maar we hebben eigenlijk wel die pas nodig. Dus het is wel een beetje zwart rijden. Sorry! Tisna. Yes. Nou, we zijn alweer klaar met om te vertrekken. Ik heb geen tijd meer gehad om tussendoor nog te filmen van het lopen naar de gate. Want het was heel ver lopen en we moesten heel erg opschieten. En het is ook een beetje raar om met je camera dan te lopen. Maar we hebben net alles klaargemaakt, de flight safety gecheckt. En we gaan nu instappen. De werkster. Even Pisa laten zien. Ja. Wat wij kunnen zien van Pisa dan, hè? Nou, dat is dit. Yay! Prachtig. Niks aan de dag. Ja, beter licht. Beter licht. Super snel vandaag. Ik ben weer klaar. Snel naar huis. En het is nu 7:15. Lekker. We zijn weer op parkeerterrein. Gek eigenlijk. Meestal dan vertrek je of kom je aan in het donker. En nu ben ik gewoon vertrokken en aangekomen in het licht. Heerlijk, zo'n kort vluchtje. Ik ga eten en editen. Yes. Alright. I'm gonna say goodbye now. Ik heb een video nog geëdit en het is nu 2 uurtjes later, 11 uur. Oh, dit is alweer 3 uurtjes later. Nou, anyway, ik ga lekker slapen. Tot morgen. Doei. Later. Hey, Bartje. Kort mijn kracht. Kort mijn kracht. Later. Later.